Ja, vol Namek gaat evolueren. Ja, dit wordt zo'n vet Nexomon. Dit is denk ik mijn favoriete Nexomon, jongen. Voltaik. Yo, Nintendo fans. We zijn doorgedrongen in de krochten van Omnicron. In deze nieuwe Nexomon video. Doe alvast een duimpje omhoog als je dit een vette serie vindt. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan ga ik eens kijken waar dit allemaal toe gaat leiden, jongens. Want we moeten eerst even deze battle doen. Tegen Jellyfleur. Nice nickname, Piet. Ja, heel nice. Let's go. Oh, je bent al down. Jellyfleur. Misschien moet ik nog één battle doen, want dan gaat mijn Raxuma evolueren. Let's go. Hatsaflats. Oh, wacht. Misschien moet ik deze even vangen. Let's go. We gaan deze jellyfish even vangen. Tenminste, dat hoop ik. PXX. Let's go. Ja, oké. Ik heb hem. Heb ik hem ook gevangen? Ja, nice. Ja, deze hadden we nog niet, dus die moet ik even erbij pakken. Maar nou moet ik er alleen nog één verslaan om te levelen. Woe, Mantu. Oké, eerlijk, deze is eigenlijk ook wel heel erg vet. Alleen deze is wel aan het slopen gewoon nu. Hou eens op met slopen. Wil je kappen alsjeblieft? Ik wil jou wel vangen trouwens, vriend. Ik vind jou echt super vet. Alleen ja, dan moet ik nog één Nexomon gaan slopen om te levelen. Ah, ik heb hem niet gevangen. Pakken, 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 pakken. Kom op, jongen. Kom op. Niet zo vervelend doen, dankjewel. Dit is gewoon de Scyther van Nexomon. Ik zou hem bijna in mijn team doen, hè? Of moet ik hem in mijn team doen? Nee, nee, nee. Ik kan hem nu niet in mijn team doen. Ik zit midden in een episch gevecht. Hier hebben we een Bomriol. Die hebben we ook nog niet. Ja, hallo. Komen we nu opeens allemaal Nexomon tegen die we nog niet hebben? Ik probeer alleen te levelen. Nou moet ik allemaal nieuwe gaan vangen. Het is wel een beetje naar dat ik weer demotivated ben. Dat is echt heel irritant. En nu ben ik ook weer poison, dude. Oh, ik heb ook bijna geen Nexotraps meer. Ja, nou ja, dan gooi ik maar even een ja, dit is een zeldzame Nexotrap. Dat is wel een beetje jammer dat ik deze nu weg heb gegeven eigenlijk. Een soort van masterball was dit. Ja, ik kom er nou weer eentje tegen die ik nog niet heb. Ja, maar ik heb alleen geen Nexotraps meer. Dus deze gaan we gewoon slopen. Hoppakee, XP erbij en door. Oh, hier is al een flinke battle geweest zo te zien. Moet even over deze plant heen. Ik denk dat ik mijn vuur Nexomon eens eventjes als eerste in het team ga zetten. What up, man? What up? Wat zijn jullie hier aan het doen? Ben jij lekker aan het battelen, Edward? Edward vraagt... Hoe wil jij Omnicron, de baas, de eindbaas die al dood is, weer gaan reviven? En deze guy, van wie we niet weten wie het is, die zegt... Ja, er zijn oude blueprints over een machine die dat kunnen. En Edward zegt, wat? Een resurrection machine? Een machine die de doden levend kan maken? Nee, ik geloof er niks van. Mijn koning ligt niet, zegt dit groene wezen. Hij weet wat hij doet. Oké. Okay. Edward laat het even over aan mij. En hij gaat even dat machientje zoeken, even kijken of dat waar is wat hij zegt. Oké, dude, let's go. Wat voor Nexo's heb jij? Oh, een wind Nexo. Dat komt goed uit, want vuur is super effectief tegen wind. Alleen, hij geeft mij ook wel harde klappen. Dit is gewoon de Honchcrow van Nexomon. Wel een zieke Nexo, hoor. Mavrigal. Maak hem kapot. Ja, hoor. En hij is kapot. Lekker. Wat is de volgende? Een water Nexo. Wat is dit? De eindevolutie van Mudkip had er zo uit moeten zien. Oké, let's go. Voltaik, mijn epische elektrische draak. Deze is voor jou, vriend. Let's go. Maak hem kapot. Ik vind deze stream mode wel echt heel cool, hoor. Die is echt heel vet. Dan nu, Thornox. Ga ik weer even terug naar mijn vuurnexomonnetje. Hij probeert mij te poisonen en dat lukt hem nog ook. De eikel, jongen. Het lukt hem nog ook, hè? Ja, ik denk dat deze Nexomon kapot aan het gaan is. Ik ga er eens even een potion op gooien. En even kijken of ik dit kan redden nog met hem. Hier hebben we de Benelby van Nexomon. Kom op, pak hem aan! 30 HP damage is niet zo heel veel. Oké, nog één klapje dan. Let's go! Ja, mijn Bombergrof heeft het zwaar. Ik ga wisselen. Ik ga even wisselen naar mijn sterkste Nexomon, genaamd Hinok. Die mag het erop gaan nemen tegen Dalsey. Oké, bevries hem. Ah, jammer. Dalsey, die komt even met een harde klap, jongen. Ik heb hem nu wel bevroren. Nice. En dan nog wat water erop. Oeh, dan heeft hij nog 2 AP over. Ah, maar dit gaan wij redden, jongens. Dit gaan wij redden. Hoppakee. Wie is de volgende? Thornox is back. Lioness, wil jij je even ermee gaan bemoeien? Oh, oké. We krijgen weer te maken met Mojumpo. Pak die Mojumpo. Wat een naam ook. Oh nee, ik ben in slaap. Hij heeft me in slaap gesust op een of andere manier. Yo, Billy Bob. Dit vind ik niet chill. Dit vind ik helemaal niet chill. Ik ben nu 5 beurten aan het slapen. Wat? Wil jij me even gewoon lekker wakker laten blijven, vriend? Een beetje mij laten slapen, hè? Mafkees. Oké, het is gras tegen gras.
Dit moeten we redden. Hoppakee, nice. Hij probeert mij te poisonen. Lukt hem lekker niet. En dan is het klaar met Thornoxie. Kijk eens, en dan gaan we gewoon zo wat allemaal een leveltje omhoog volgens mij. Ja, heerlijk. Die voor jou, jongen. Hey, daar is ze. Nadine, die zegt, hey, ik ben lekker bezig hier in mijn oude huis. Jouw vriend Lydia, die heeft gevraagd om even een boodschap door te geven. Ze heeft Amelie's locatie gevonden. En we moeten met onze vrienden terug naar het weeshuis. Daar waar het allemaal begon. En Nadine zegt, je Tyrant Ei is nog steeds niet uitgekomen. We moeten niet tegen Vados gaan vechten zonder dat het ei is uitgekomen, blijkbaar. Nadine, die zei nog, dit is een resurrection machine. Toch, dat hoorden we net. Misschien werkt die wel op mij. Nadine wil wel terugkomen in het leven, zo te horen. Maar we moeten de machine kapot gaan maken. Wacht even. Straks gaan we mijn Tyrant gewoon tot leven wekken met die machine. Zouden we mijn ei tot leven kunnen wekken? Dat zou wel insane zijn. Oké. Oké, moeten we nu hier doorheen? Nee, we kunnen nog steeds niet hier doorheen. Waar moeten we naartoe? Oh, wacht even. Er zijn nog twee plekken waar we moeten zijn. Oh, nee. Oh, nee. Atlanta is er ook weer met Nivalis. Nee. Wat doe jij hier? Oh, my gosh. Oké, dit gaat fout. Atlanta zegt, deze keer ga je niet winnen. Mijn Nivalis is volledig geheeld. Let's go. Ik heb ook precies weer de verkeerde Nexomon voorstaan natuurlijk. Eerst ga ik maar eens even recoveren, zodat ik elke beurt 10 HP erbij krijg. Ja, dat doet alleen niet zoveel... dat heeft niet zoveel zin als ik zulke harde klappen krijg. Let's go. Leaf Dance. Heerlijk. Lekker aanvalletje. Daar is Nivalis, hoor. Daar is die. De Tyrant van Atlanta. Ah, oké. We geven hem wel echt harde tikken. Dat is heel nice. Raxuma is gewoon 4 levels hoger dan Nivalis, hè. Dat is wel echt heel lekker. Ja, dit zou zomaar goed kunnen gaan, jongens. Kijk hoe harde tikken we geven, joh. Ah, dit is wel nice. Dit is heerlijk. Nivalis is even teruggetrokken. Nu krijgen we te maken met Blizzour. Die geven ook een paar harde tikkies. En... oh, bijna kapot. Bijna. En die is ook weg. Nice. Dan is het nu weer tijd voor een recovertje. Nivalis is weer terug. Ja. Ik ga me helemaal kapot maken met deze Nexomon. Echt verschrikkelijk. We gaan hem helemaal slopen. Ik kan nog 1 aanval doen. En dan ben ik door mijn stamina points heen. Oh, hij heeft nog 5 HP over. Let's go. Even mijn stamina terug. Ja. Dit gaat heerlijk. Nivalis... dit is je einde, vriend. Het is klaar met je. Dikke doei. Dan moeten we nu nog... ik weet niet wat dit is. Kijk hem ook zitten, dit wezen. Met z'n 3 staarten. Hallo, ik zit hier lekker te chillen. Kom je maar misschien even aanvallen hier? Ja, is goed. Ik kom je wel aanvallen, hoor. Als je dat zo graag wil. Ik val je graag aan. Hoppakee. Bijna kapot. Dan nu nog een Shardrillion. Oké, eerlijk. Die ziet er wel gevaarlijk uit. Ik denk dat ik hier even me voor moet oppassen. Het is eventjes tijd om te healen. Oké, kom op. Die Shardrillion moet ook kapot. Let's go. Leaf Dance erbovenop. Nice, die is weg. Maar Raxuma maken jullie allemaal kapot, jongen. Allemaal. Hier. Dat is de laatste. Oh, dat was de ene laatste. Weet je wat? Ik wissel nog eventjes naar Voltaic. Let's go. You can do it, Voltaic. Lekker bezig. Plasma Star erbovenop. En klaar. Zo, daar dacht Atlanta even dat ze mij kapot ging maken. Maar ik dacht het mooi even niet. Hier voor jou, Atlanta. En nu is het klaar, toch? Gaan we haar nou eindelijk een keer gewoon in de boeien slaan of zo? Merida zegt, dit gaat goed. Dit gaat goed. Als je zo doorgaat, dan ontvang je mijn kracht. Dan ben je unstoppable. Merida vraagt aan Atlas, ken ik jou? Want Atlas een beetje zo aan het kijken van, hallo. Nee, ja, Atlas die kent haar wel. Merida weet niet meer wie die is. Atlas zegt, we hebben jou ooit in een volleybalwedstrijd verslagen. dat had je niet moeten zeggen volgens mij, want ze wordt helemaal lijp nu. Oké, we kunnen beter maar even weggaan, denk ik. Ja, we gaan weg. We gaan weg. Doei, dag. Maar laten we Atlanta nou weer achter hier. Het is niet oké. Zie je, Atlanta is nu weer verdwenen, hè? Ja, lekker dit. Ze is weer ontsnapt voor de 100ste keer. Oké, we gaan nu naar het laatste gevecht. Deze gang in. Tenminste, ik denk dat het laatste gevecht is. Ik weet het niet. Ik weet niet wat er hierna nog gaat gebeuren. Misschien moeten we hierna nog wel een episch gevecht doen. En ik ben vooral benieuwd tegen wie we nu moeten. Dit ziet eruit alsof dit een probleem gaat worden. Ik denk dat dit een gevecht wordt tegen het Psychic type. En dan hebben we opnieuw weer gras of elektrische Nexomon nodig om die goed te kunnen verslaan. Dus ik moet het denk ik weer met dezelfde Nexomon gaan doen. Hallo, vriend. Oh, staat daar die machine trouwens? Deze gast zegt, je bent te laat. Je maten waren zielig. Sneu. We gaan battelen, jongen. Met dat Tyrant ID heeft even de rest even uit de weg gevaagd.
Oh, elektrisch? Oké, daar is ook Raxuma goed tegen. Weet niet, dit ziet er een beetje uit als een oude professor met elektriciteitsschichten in zijn hoofd. Ziet er goed uit, jongen. Ziet er goed uit. Let's battle. Hoppakee, 59 HP damage. Nog een keer. Bam, 78 HP damage. En klaar is Henk. Omercharge. Is deze gebaseerd op Magnezone of zo? Of Magneton? Ja, dit is gewoon een verwijzing naar Magneton, hè, jongens. Dat kan niet anders. Doei! Wat is dit? Dit is de Galarian Zapdos. Ostrold heet deze. En hier hebben we Bloomriol. Dus even kijken of we dat nog aankunnen met Bombergrof. Hij probeert mij wel te poisonen. Dat gaan we eens even niet toelaten. Ja, dit is wel een harde tik elke keer. Dat is wel best wel balen. Die doet best wel veel pijn. Oké, dit gaat aardig hard. Pak hem aan. 38 AP damage. En probeer hem weer te poisonen. Hij is geburnt. En Bloomriol is weg. Nice. Snel weer terug switchen naar Raxuma. Want jij kan dit, Raxuma. Kijk maar. Hoppa. En wie wordt dan de laatste? Het is Mantras. Oeh, vet. Ik vind deze wel badass. Ik vind die heel cool. Ik denk dat ik even ga switchen naar Lioness. Dus even kijken of Lioness deze Mantras aan kan pakken. Ik ben wel gelijk poisoned door die Mantras. Ja, dat vind ik dan weer jammer. Kijk, dit is super effective tegen Mantras. Lekker. Ik denk dat dit wel moet gaan lukken. Ah, ik krijg echt wel heel veel klappen. Dat wordt toch nog heel even switchen naar Orgot, denk ik. Die dan het laatste klappie moet gaan geven. Pak hem! Lekker! Oké. En ook de vierde battle is gedaan. En Nolan deed in de vorige aflevering nog heel stoer. Die zegt, Rick, heb je ze echt allemaal verslagen? Tuurlijk. Als je dit nou een vette serie vindt, jongens, doe even een duimpje omhoog. Hè. Ik vind het natuurlijk heel erg leuk om deze te spelen, maar ik hoop dat jullie ook nog steeds leuk vinden om hier naar te kijken. Laat het even weten in de reacties hieronder. Dan moet ik even mijn Nexomonnetjes weer een klein beetje gaan healen. En dan ben ik klaar. Ik ben benieuwd of we nog een battle moeten doen. Edward heeft in ieder geval de poort open. En die zegt, ja, goed gedaan, jongens. Goed gedaan. Jullie zijn de beste tammers in de wereld. De experimenten hier in deze tempel, die zijn nu gestopt. Maar Nolan zegt, maar de baas van deze cultus, die kunnen we nog niet vinden. Ja. Riley zegt ook, waar is hun leider? Is die weggerend? En Edward die zegt, maakt niet uit. Ik heb een machinekamer gevonden. Die is hier achter me. Dat heeft de prioriteit. Let's freaking go. Ik vertrouw dit voor gemeten, jongens. Ik denk dat hier echt nog wel wat gaat gebeuren. Het kan niet zo zijn dat dit het was. Oké, wat is er met deze machine? De machine die is er aardig kapot in ieder geval. En Bonnie vraagt, ik vraag me af of de blueprints hier ergens in de buurt zijn. Ja. En Edward die zegt, als die hier zijn, dan zijn ze kapot. Ze zijn het niet met elkaar eens. Edward noemt de makers van deze machine psychopaten en Bonnie is nogal geïnteresseerd. Het klinkt een harde knal en nog een harde knal. Is hier inderdaad dan toch weer een monster of zo? Wat gebeurt er? Superdraak! Oh nee! Oké dan, ik denk dat we tegen een draakje moeten... Nee! Nog een draak? Moeten we serieus nu tegen twee draken gaan battelen? En Atlas die zegt, mij is verteld dat draken alleen tegen tyrants vechten. Dat klopt, maar waar is een tyrant dan? Ja, maar die draken die zijn trouwens helemaal lijp geworden, dus dat klopt. Draken die vallen de laatste tijd iedereen aan. Edward en Bonnie gaan tegen de rechter draak en wij moeten tegen deze linker draak. Oké, let's go! Tuurlijk! We gaan even een draak aanpakken. Het is Volta. Is dit de ultieme vorm van mijn Voltaic? Daar lijkt het wel op. Hij heeft 479 HP. Ik denk dat ik sowieso maar even een recover ga doen, zodat ik elke beurt weer HP terugkrijg. En dan gaan we nu gewoon vol in de aanval. Leaf Dance de kaart bovenop en dat blijven we doen. Oh my goody. 51 HP damage doet deze gast tegen mij. Dit is zo niet relaxed. Ik heb hier zwaar potions nodig, denk ik. En dan is het gewoon keihard aanvallen met Leaf Dance en hopen dat ik hem op tijd down heb. Hij gaat helemaal los. Let's go, let's go. Ik doe hem wel echt heel veel pijn, dat is nice. Hij doet mij meer pijn. Hou op, hou op. Het gaat de goede kant op. Ik heb even een Ultra Elixir nodig. Die ga ik even gebruiken. En dan gaan we weer proberen om deze zetten te herhalen. Dus ik ga weer recoveren. 5 beurten kan ik recoveren. Mijn Raxuma is trouwens wel echt goed geworden, jongen. Dat verbaast me wel. Hij is echt heel lekker bezig. Auw! Dit doet 50 HP damage, jongen. Doe eens rustig. Dat ga je toch niet nog een keer gelijk doen, hè, nu? Man. Oké, even een potion weer erbovenop. Ik denk dat ik hem nog 3 klappen moet geven. Of misschien 2 klappen. Ik moet nog 2 klappen geven. Het is klaar. We gaan Volta nakken, jongens. We gaan hem slopen. Hij is weg. Lekker. Oh, hebben we weer even een draakje gepakt, hoor. Lekker. Raxuma gaat weer een level omhoog. Volta gaat ook een level omhoog. En Orgot. Maar ik denk dat Orgot uit mijn team gaat doen een keer. Ah, lekker bezig, guys. Gewoon teamwork. We nakken gewoon hier even samen draakjes, jongen. En Bonnie zegt, ja, ik weet het niet, hoor. Maar die draken, die zouden op de Tyrants af
moeten komen. Waar is hier een Tyrant? En Edward die zegt, ja, Rick die zei dat Nivalis hier was. Ze gaan gewoon op mijn ei, hè? Dat is het hele ding. Die draken, die zijn gewoon aan het jagen op mijn ei, denk ik. Want mijn ei, dat is een Tyrant-ei. Alleen deze gasten, die weten niet dat ik een ei bij me heb. Oké, dan. Oh, wat gebeurt er? Iemand roept ons. Iemand zegt, hey, pst. Hey, yo! Het is Elisa. Die zijn we echt helemaal aan het begin van de game tegengekomen. Die zegt, hey, Rikachu. Lang niet gezien. Ik ben niet dood. Ik ben gewoon een psychische illusie. Anyway. Ik kom gewoon even checken of jij je destiny aan het vervullen bent. Ja hoor, gaat lekker. Gaat goed. Maar hij doet het nog steeds goed. En Elisa die vraagt, hey, als jij je handen op een blueprint kreeg, als je die blueprint zou vinden, wat zou je doen met deze machine? Ik zou de machine kapot maken. En Elisa die zegt, ik vind het saai. Jij bent saai? Ze zijn hier ergens in deze kamer. Ga ze maar zoeken, maar jij bent saai. We moeten blijkbaar de blueprints even gaan zoeken. Hier in deze kamer. Waar zijn de blueprints? Yo, maar dan kunnen we dus die machine kunnen we weer maken. Maar dat is toch helemaal niet slim? Hier, we hebben de blueprints gevonden. Kan ik nu die machine maken? Ik kan de machine niet maken. Oké, dat is geen optie. Het is geen optie om heel het spel te verkloklo. Coco, zullen we gaan? We gaan er vandoor. Hallo Edward, ik kom een beloning even ophalen. Hij zegt, je hebt misschien wel de hele wereld gered. Goed gedaan. Jullie zijn de beste tabbers van de guild. Ik ben een grandmeester en nu promote ik jou tot een gouden tabber. Woep, 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 woep. We hebben een gouden badge binnen, guys. Lekker. Oh, nog één ding, zegt Edward. Er was een vreemde vrouw op zoek naar jou en die is waarschijnlijk beneden. Ze heeft wat temper issues, ze is heel snel boos. En we krijgen onze reward. 1000 muntjes, een gouden Nexo Trap. Lekker. Merida, what up? Hallo mevrouw. Coco die zegt, die is heel scherp. Die zegt, hé, je ziet er niet meer uit als een spook. En Merida zegt, ja, maar we kunnen soms tijdelijk de vorm aannemen van een mens. Oh, oké. We hebben de kracht gekregen van Merida. En Merida zegt, focus je op het ei. Laat het ei uitkomen, broed hem uit. Voed hem met meer elemental powers. Want in dat ei zit de Supreme Nexomon. En hiermee kunnen we water bevriezen. Kijk, dit is nice. Hoppakee, lekker. En nu moeten we terug naar onze vriendin Lydia. Want Lydia heeft de locatie van Amelie gevonden. En dus moeten we helemaal terug naar de orphanage. En dat gaan we doen in de volgende aflevering. Jongens, doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren, hè. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickatune. Dan zie ik je gewoon daar. Of bij de volgende video. Mazzel!